We staan hier op camping Hartig Groen. De eerste nieuwjaarsduik gaat beginnen. En hier naast me staat een van de organisatoren, Joep Manders, beheerder van de camping. Joep, hoe kwam je op het idee? Nou, ik miste eigenlijk een nieuwjaarsduik in Schaik. Als je op een kaartje kijkt van Unox, die de nieuwjaarsduiken meestal sponsort in Nederland, dan zie je dat er echt in zoveel plekken, op zoveel plaatsen een nieuwjaarsduik wordt georganiseerd. En in Schaik hadden we het nog niet. En hier op de camping hebben we een prachtig fan om dat te organiseren. Dus die twee dingen bij elkaar brachten tot het idee om hier een nieuwjaarsduik te gaan organiseren. Zal het een jaarlijks terugkerend ritueel worden? Absoluut, absoluut. We hebben al zoveel leuke reacties gehoord. En we hebben een hele leuke samenwerking met de vier Schaikse goede doelen. Los van hoeveel mensen er dadelijk het water in gaan, we gaan er zeker een traditie van maken. De opbrengst is voor de goede doelen? Ja, dat klopt. De vier Schaikse goede doelen onder coördinatie van de MOV. De duikers kunnen zich laten sponsoren. En dat sponsorgeld komt ten goede van de vier goede doelen. En de koek is opie, dus de inkomsten van de warme chocomel, de koffie, de thee, de ertessoep, die is ook voor de goede doelen. Hoeveel inschrijven verwacht je? Ik heb echt geen enkel idee. Ik denk dat er dadelijk een kleine 50 mensen het water in zullen gaan, zo'n beetje. De officiële opening gebeurt dadelijk ook. Ja, daar hebben we een werelddorp beroemde Schaikenaar voor weten te schrikken, namelijk Prins Bart de Nuurste. En hij zal ook de Nuurste zijn, want hij gaat als Uurste het water in. Prins Bart gaat ook het water in? Zeker, ja zeker. Dan gaat dat op spectaculaire wijze gebeuren. Dus blijft u kijken. Zullen we zeker doen. Heel veel succes met de organisatie verder, Joep. En bedankt, hè? Ja, dankjewel, Willy. We hebben zojuist te horen gekregen van de organisatie dat jij als eerste de nieuwjaarsduik zal openen. Ik zal hem zeker gaan openen, maar ik weet niet of ik het water in ga, want ik moet even kijken hoe koud het is. We hebben net andere geluiden gehoord. Ja, nou ik op dit moment ben ik nog niet gesponsord. Dus als er dadelijk nog mensen zijn die hier voor het goede doel willen sponsoren, dan wie weet. Wat vind je van het idee? Ja, heel fantastisch. Gewoon gezellig bij elkaar zijn, maar allemaal voor het goede doel. En met een ludieke actie gewoon geld binnenhalen, dus dat is gewoon fantastisch. Ik zie dat er steeds meer mensen komen, dus het wordt gezellig druk. Ja, ik zag het ook. Dus ik ben benieuwd hoeveel er echt in het water gaat. Is dat spannend voor jou? Nee hoor. Nou, heel veel succes en bedankt. Na afloop spreken we u wel. Dan doen we het weer. Yep. Oké. Okay. Groetjes. Hoi. Hier staan ze dan, de diehards. Ja, wij zijn een van de weinigen denk ik die het gaan doen, hè? Nee, of niet? Nee. Ja, toch niet. Oh, we hebben het net besloten en we dachten we gaan het nieuwe jaar goed starten. Met gelijk een duik, ja. En ben je niet bang voor de kou of zo? Ja, maar ik heb eerst een borrel nodig. Een borrel? Kun je daarvoor zorgen? Maar ik vind het heel dapper van jullie hoor. Ja, wij ook. En zou het koud zijn, denk je? Nee, het is niet koud. We zijn er niet met het hoofd, gewoon lopen en... Dat is voldoende. Ja, hey, succes hè. Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal, welkom op Schermencamping Hartje Groen. Het is heerlijk warm. Warm welkom aan iedereen en fijn dat jullie er allemaal zijn om dadelijk hier in ons fan een heuse Schaikse nieuwjaarsduik te gaan beleven. En we hebben een werelddorp beroemde Schaikenaar bereid gevonden om dadelijk als allereerste het water in te gaan. En het is Prins Bart de Nuurste. En de Nuurste is ook de Nuurste die het water in gaat. Dus dat zullen we dadelijk gaan beleven. Bart, eerste reactie? Het was kouder als ik dacht. Nee, heerlijk, mooi om te doen. Volgend jaar weer. Dus, hoe is het met je kleren? Ja, nou is het lekker warm. Dus, je hebt wel geluk eigenlijk. Ik heb geluk, ja. Ja dus, het was leuk om te doen. Mooi om te doen. Dus volgend jaar ga je ook mee, Willy? Ja, daar zit er dik in. Ja, goed zo. Maar heel leuk in ieder geval. En bedankt dat je sportief geweest bent om toch in het water. Ja, zeker. Een paar sponsors was weer goed. Dankjewel.
Heel goed gedaan, dames en heren. Hier in het centrale gebouw is heerlijke warme snert. Er is koek en zombie, er is koffie, er is glühwein. Even onderaan. Hoe heet jullie? Sarah en vier. Sarah en vier. Hoe was het? De opbrengst is leuk. Ja, heel koud. Was het heel koud? Ja. Kom lekker binnen in onze koek. Ben je onder, een kopje onder water geweest? Ja. Echt waar? Ja. Ik ga even iets aantrekken. Ja? Zes, hè? Dankjewel. Joep, 10 minuten na de Nieuwjaarsduik. Hoe was het? Ik vond het geweldig. Echt heel mooi om te zien dat zoveel mensen dan toch een duikje wagen bij ons in het fan. En Prins Bart en Uurse, die ging ook echt voor de goede plons. Dus erg leuk om te zien. Zoveel mensen die ook zijn komen kijken. En ik hoop voor de goede doelen ook zijn komen sponsoren. Dus we mogen spreken van een leuke eerste editie. Hier staat een tevreden Joep. Absoluut, absoluut. Maar ik ben vrij enthousiast altijd, dat wil je. Nee, maar dat weet ik. Maar het is toch belangrijk, hè? Ja. Hey Joep, ik zou ook heel veel kinderen meedoen. Ja, en die hebben allemaal, overigens alle duikers hebben een oorkonde ontvangen. Waarmee ze trots, zeker de jongste duikers, morgen op school kunnen laten zien. Of ik bedoel, na de kerstvakantie natuurlijk op school kunnen laten zien. Dat ze mee hebben gedaan aan de officiële nieuwjaarsduik hier op Hartje Groen. Heel goed, dankjewel.